Ja, rekenen met letters mag tekeer. Hoe pak je dit aan? Kijk, eventueel ook mijn algemene filmpje, hè? Mijn leerlingen moeten dit verplicht husselen. Alles wat met een keer aan elkaar zit, zeg maar zo, dat mag je namelijk husselen. Maar let op, het moet wel dan één stukje zijn, hè? Dus alles wat met een keer aan elkaar zit. Dan krijg je dus 2 keer 3 keer A keer B. En dan kon je hier nog van maken 6AB. Zoiets is hier ook aan de hand. En dat ga ik je laten zien. We beginnen met som A. 2A tot de vijfde keer 3A tot de zevende. Wat wordt dit nu? Nu, je moet dan bedenken zelf dat hier eigenlijk een keerpunt tussen staat. Dat moet je dan zelf wel zien of weten. En dat je dus met keer met machten, of keer met letters, sowieso met keer, dat je mag husselen. Dus dit wordt 2 keer 3 keer a tot de vijfde keer a tot de zevende. Nou, veel leerlingen maken hiervan dan 6a tot de vijfde keer a tot de zevende. Dat is waar wat er staat, maar het is niet goed, want het is niet het goede antwoord. Want er staat hij leidt, dus het moet zo kort mogelijk. En a tot de vijfde keer a tot de zevende, dat is machtig keer. Dat is eigenlijk het getal a 5 keer in de vermenigvuldiging. En dan nog eens keer a 7 keer in de vermenigvuldiging. Dan hebben we dus een vermenigvuldiging van a 12 keer. Want eerst zit hij er 5 keer in, dan zit hij er 7 keer in. En dat doe je keer op elkaar. Je kunt ook zeggen, grondtal gelijk, dat is de eis, hè? Het grondtal moet wel gelijk zijn. Dus x tot de derde, x tot de derde keer y tot de vierde, dat mag niet korter. Dat kan niet korter, want het grondtal moet gelijk zijn. De letter die op de bodem, of het wat op de grond staat, zeg maar eventjes. Nu zijn er ook docenten die zeggen, ja, de letters. Maar als de letters gelijk zijn, maar je gaat later ook dit krijgen. Bijvoorbeeld later in de wiskunde. Ja, daar zijn ook de letters gelijk, maar niet de grondtallen. Dus vandaar dat ik echt probeer vast te houden aan het woordje grondtal. Nou, grondtallen aan elkaar gelijk, dat is hier. Nou, als de grondtallen aan elkaar gelijk zijn, dan mocht je de exponenten bij elkaar optellen. Dus wat wordt het dan? Dan wordt het a tot de macht 12. Want je hebt 5 keer het getal a in de vermenigvuldiging, je hebt 7 keer het getal a in de vermenigvuldiging. Dat zijn er in totaal 12. 12 keer het getal a in de vermenigvuldiging. Dus dit wordt 6a tot de 12e. Dan gaan we naar som b. En ik zet hier even, want net, soms anders lijkt hij net als ik daar iets schrijf of het in de. Dan komt mijn letter in de som, zeg maar, als ik hem hier schrijf en ik ga daar iets uitleggen. Dus doe me even ertussen zetten. 8a tot de 6e keer min 3a gewoon los. Veel mensen maken hiervan min 24a tot de 6e. En dat is fout. En wat is daar nu zo ontzettend fout aan? Nou, het heeft ermee te maken dat als je x tot de derde keer x doet, dan heb je dus x keer x keer x. En dan nog eens een keer het getal x. Je kunt zeggen, dit is 3 keer het getal x in de vermenigvuldiging. En dan nog eens één keer een losse x in de vermenigvuldiging. Dan heb je er dus 4. Wanneer gaat het mis als mensen denken, oké, grondtallen zijn gelijk, exponenten bij elkaar optellen. Hier staat niks, dat zal wel 0 zijn. En dat is dus niet waar. Dit is x tot de macht 1. En dat als je dus die truc gebruikt van exponenten bij elkaar optellen. Dat is een regel, zie je, een truc is gewoon een regel. Let dan wel altijd op, hou dan wel in gedachten dat dit a tot de macht 1 is. Nou, dus dan krijg je hier, bij mij moeten de leerlingen husselen, moeten ze ook opschrijven. A tot de zesde keer a tot de macht 1. En sommigen vinden dat ontzettend fijn en anderen balen ervan. Maar het is voor jullie leerproces heel goed dat jullie dit doen. Nou, dit wordt, nu gaan we kijken, wat kan ik nu nog aan vermenigvuldiging korter schrijven? Dit wordt min 24. En dit, grondtallen gelijk, exponenten bij elkaar optellen. A tot de macht 7. A zit 6 keer in de vermenigvuldiging, nog een keertje. Dus dat wordt a tot de macht 7. Min 24 keer a tot de macht 7. Dan gaan we naar som C. 4. M tot de zesde keer min 2m tot de zevende. Hoe pak je dit nu aan? Nou, je moet hier weten dat hier eigenlijk ook een keerpunt tussen staat, ook al is die niet geschreven. En dat je dus mag husselen. Dus 4 keer min 2, en bij mij moeten ze zelfs husselen. Zo. Nu krijg je, wat kun je nu nog korter schrijven? Nou, hier krijg je. En dat is eigenlijk hetzelfde als met die rekenen met letters, hè, wat ik in het begin liet zien. En dan gaan we kijken, is het grondtal gelijk? Ja, oké, okay, dan mag ik gaan vermenigvuldigen, anders mag het helemaal niet eens. En dan ga ik kijken, hier zit hij 6 keer in de vermenigvuldiging, hier zit hij 7 keer in de vermenigvuldiging. En dat gaan we vermenigvuldigen. Ja, dat zijn er in totaal 13. Je kunt ook zeggen, grondtallen zijn gelijk, exponenten bij elkaar optellen. Min 8 keer m tot de macht
min 8m tot de macht 13. En dan gaan we naar D. Min i tot de derde keer 2i tot de macht 9 is gelijk aan. Nou, hier doe ik altijd gewoon kijken bij zo eentje. Wordt het negatief of positief? Uiteindelijk wordt het negatief, want we hebben 1 min. Oké, dan haal ik de getallen naar voren, want ik ga hier net zo goed weer husselen. Ik ga hier gewoon ook weer husselen. Vergelijk deze maar met min a keer 2b. Dan maak je ook van min 2ab. Dat deed je daar ook van maken. Nou, en dan krijg je dus min 2 i tot de derde keer i tot de negende. En dit moeten we allemaal vermenigvuldigen. Dit is dus gewoon min 2. En dan keer i is hetzelfde grondtal. Dus dan mag i. En wat zetten we nu hierboven? Nou, hier is i 3 keer in de vermenigvuldiging. 9 keer in de vermenigvuldiging. Dat is in totaal 12 keer in de vermenigvuldiging. Je kunt ook zeggen grondtallen gelijk, exponenten plus. En dan kom je er ook op uit. Min 2 i tot de twaalfde. Dan gaan we naar som e. 5 keer p tot de macht 4 keer 2 keer p tot de twaalfde keer min p tot de zevende is gelijk aan. Ja, hier ga je weer husselen. Maar bedenk eerst even, wordt het positief of wordt het negatief? En kijk eens naar deze min. Uiteindelijk staat er 1 min voor, dus die zetten we vooraan. En ik zal hem even met zwart doen, dan zien jullie hem iets beter. Die zetten we vooraan. He, want als je bijvoorbeeld hebt 2 keer min 3, 5 keer 2 keer min 3, dan mocht je ervan maken min 5 keer 2 keer 3. He, die min mocht je naar voren halen. Ik weet niet of je dat nog weet. En anders vertel ik het nu weer. En dan krijg je dus min 5 keer 2 keer p tot de vierde keer p tot de twaalfde keer p tot de zevende. En deze min heb ik daar naartoe gehaald. Dit laatste doe ik eventjes uitgeven en even duidelijker schrijven. En schrijf echt het grondtal laag en de exponent in de lucht en kleiner. Dus niet dit doen, dat zie ik ook vaak. Maar voor je het weet staat er 5x of x5. Dus gewoon echt zorg dat je het grondtal groot schrijft en de exponent klein rechtsbovenin. Dit wordt min 10, hè? Maar nu met die p'tjes. Nou, wat mag je nu samen nemen? Dit is het getal p. 4 keer in de vermenigvuldiging, 12 keer in de vermenigvuldiging, keer 7 keer in de vermenigvuldiging. Dan heb ik dus in totaal 23 keer p in de vermenigvuldiging. Want eerst heb ik er 4, p, 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 p. Dan gaan we doen keer en dan p 12 keer in de vermenigvuldiging, etc. Dus je kunt gewoon tellen hoe vaak dat hij in de vermenigvuldiging zit. En dat is waarom je de exponenten mag optellen. Grondtal gelijk, exponenten plus. Dat is alles. Min p tot de macht 23. En dat is zo fijn hieraan. Ken jij de regels? Dan hoef je eigenlijk niet goed te begrijpen waarom je de exponenten op mag tellen. Als je het maar onthoudt. Dus je kunt in de wiskunde best ver komen door veel te oefenen en de regels uit je hoofd te leren. Terwijl je het misschien niet snapt. Echt waar. Ja, onderbouwwiskunde, bovenbouwwiskunde. Ja, je moet nog veel oefenen. Maar in de onderbouwwiskunde kun je echt, ook al snap je het niet, kun je heel veel sommen nog maken. Nou, dan krijg je 4 keer p tot de vijfde, keer q tot de zesde, keer 3 keer q. Dan ga ik husselen. En het is ook, behalve snappen, moet je het ook natuurlijk erin trainen. En dat ben je nu eigenlijk aan het doen met deze sommetjes te maken. 4 keer 3 keer, en dan moet ik even goed opletten, p tot de vijfde keer q tot de zesde keer een losse q. En even kijken of ik hem nu goed heb overgenomen, mensen. Ja. En wat je nu gaat doen, is wat kun je hier nog korter schrijven? Nou, dit wordt 12. P tot de vijfde kan ik me niet samen nemen. Maar deze grondtallen zijn wel gelijk. Wat je nu niet moet gaan doen, is hiervan maken PQ tot de twaalfde bijvoorbeeld. Dat is fout. En waarom is dat nu fout? Nou, je mag alleen maar machten keer doen als het grondtal gelijk is. Dus deze, dan mag ik verder... Oh, oeps. Deze, daar mag ik verder helemaal niks mee doen. Want het is de enige met een p. Dus die mag ik niet met die andere machten keer nemen. Want het grondtal moet gelijk zijn. Dus die schrijf ik gewoon op. Daar doen we verder gewoon niks mee. Keer, ja, keer wat nu? Keer wat nu? Nou, die q. En dan moest je even opletten. Dit was eigenlijk q tot de macht 1. Dit is namelijk q. 6 keer in de vermenigvuldiging. Nog keer een losse q. Dat is dus q tot de macht 7 wordt dat. Je kunt ook zeggen, ik tel de exponenten op. Maar let op. Q is hetzelfde als Q tot de macht 1. Dus dan krijg je 12, P tot de vijfde, Q tot de zevende. Dat was hem. Ja, ik hoop dat je er iets aan had. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!